What up mensen, welkom bij weer een nieuwe video, een nieuwe dag, nieuwe kansen en een nieuwe klus. Vandaag gaan we naar Almere voor Spike TV, die voor het gevecht van Remy Bojanski en Melvin Manhoef. Ik ga vandaag naar de weigh-in. De weigh-in is zeg maar dat de vechters die gaan zich wegen. En als ze goed wegen, mogen ze vechten. En dan gaan ze tegenover elkaar staan, foto's nemen, een beetje pers, interviews, bla bla. En we zijn erbij. Ik ga daar de hele dag vloggen. En we gaan gewoon ja, plezier hebben. So we're just gonna have some fun over there. En kijken of er misschien nog iets spannends gebeurt, man. Misschien wordt er een beetje geduwd of wordt er iemand, ja toch? Ik hou wel van die sensatie, man. Dat vind ik dope. Oh, de. Aangekomen. Fuck you. Man, back in the now, joh. Lang niet in de... Michael Reiziger. We zijn aangekomen. Oh, moeten we naar boven toe? Zou het wel interessant in die vlog lopen dat jullie twee naartoe? Nee, maar ik zie mensen dat aanlopen toch? Ik denk misschien is het daar gewoon. Maar ja, maar vandaag de weigh-in. Team Manhoef, Team Remy. En Ik zeg weigh-in. Die T spreek ik niet uit, maar het is weigh-in. Weigh-in. Zeg maar. Bij deze foto dachten ze, oké, je moet er zeg maar klassiek uitzien, maar het moet iets te maken hebben met boksen. Toen kwam dit. Ja. Het ziet er wel vet uit hoor. Zo, dit is wel vet hoor. Heel sick. Super dik. Fucka G. Wie ik hier tegenkom. Dat kan hij ook doen. Fucka bro. Hoe is het? Ook met deze ook. Fucka G. Hey, Goh, je gaat morgen ook vechten. Oh, heb je ook QT meegemaakt? Ja, ik ga morgen ook vechten. Ja, ja. Tegen mijn eigen ego. JJ gaat nu een interview doen in het Frans. Ja, gewoon. Oké, moet ik hem gewoon in het Engels? Wat wil je? Dat ik het in het Nederlands vraag of Engels? Dat maakt geen reet meer uit. Hebben we een opstapje, jongens? Dat hij even. Deze man die kan geen Engels. En hij probeert nu gewoon zijn beste Engels naar boven te halen. Om een goed interview te doen. Nou, super inhoudelijk interview. Ik zie daar de man himself staan. Ik ga even heel snel naar hem toe. Kom je snel even groeten. Alles goed? Is het? Ja, heerlijk. Moet je straks moeten staan, hè? Ja, ja, we gaan staan. Bro, ik ga dat schreeuwen voor je, bro. Ja, ik heb je rug, hè? Je weet het. Je weet het. Ja toch, broertje. We gaan morgen sowieso Turkije supporten. Opeens heb ik zin in M&M's, ik weet niet waarom. Jongens, ik moet zo op, want ik moet zo gewogen worden. Op een keukenweegschaal. Ik doe mee met de kinderpartij. Het is één partij. Ja. Yeah. Dat is voor gehandicapten die vechten. Je moet zeg maar ook eens je blauwe kaart laten zien wat het erop gaat. Ik ga stuk om dit. Boos papa, boos! Rust. Ja toch papa! Rus! Vuur! Serkan! Rus! Hij is voor jou Fabio! Helemaal voor jou Sef! We maken geen grap papa! No. Kijk hem dan 1,90 zijn en shit! Ja, maar wel dure leren jakka aan! Rolly om de pols! Je bent allemaal die grotere vechter zeg maar! Zijn niet over je ma! Ik zie het pink op je zien, weet je wat ik zie? Maar die maakt echt een grap, ja. Dat valt gewoon op. No. In de blauwe hoek van Jim Hoofddorp, Melvin Manhoef. Ja toch broertje! Manhoef! Kast toe! Kapot maken papa! Breek zijn tand! Remy, je gaat ze krijgen, papa! Morgen vuurwerk, geen nieuwjaar! Ik vraag me af of wij mogen. Mogen wij trash talken of niet? Hij lijkt op iemand die gaat solliciteren. Geef me daar een applaus voor zijn allerlaatste pot die hij morgen gaat geven hier in Topsportcentrum Almere. Ladies and gentlemen, Melvin No Mercy Manhoef! Gas toe! Voordat ik ga beginnen, wil ik even mijn naam zetten. Respect man, respect papa!
gekke nieuws. Wat is je gevoel als je een dag zoals vandaag meemaakt en je ziet dat we elk jaar weer een tandje erbij doen, elk jaar worden ze meer professioneler. Wat is jouw gevoel tandje in de erbij. Over Wegan? Ja, ik maak het dus heel erg goed. Hij gooit gewoon een punchline in het presentatietekst. Ik ben tevreden dat mensen dit zo goed oppakken. Ik heb een tosti gekregen van JJ met een ham. Ik eet geen vlees. Geef maar aan mij. Grapje. Ik heb een vraag voor Remy. Natuurlijk kijk je supergaande, ik wil iedereen hier in de zaal. Melvin die noemde jou zijn bitch in onze aflevering. Wat is jouw reactie daarop? Heel leuk dat je dat zegt, dat ik zijn. Maar weet je, het is iemand die jou betaalt om je elkaar te zien. Hey, dat is toch helemaal. Wie is dat de bitch? Wie is dat de bitch? Om mij hem in elkaar te laten slaan. Hey, dit lijkt wel SM. Toch of niet? Escort service laat je zo'n vrouw in de hoog hakken. 140 een appel in je mond en laat je elkaar slaan omdat hij weer gek. Toch? Nee. SM! Manu, heb je daar een reactie op? Hoe zeggen we dat? Top to him, hè? Top to him, top to him! Ja, man. Wat moet ik nou zeggen? Hoe je dit wil formuleren, ik blijf nog steeds mijn pitch. Je doet wat ik zeg, je moet vechten. Je moet vechten! Morgen gaan we zien wie hier de bitch is. Je kan niet een snipperdag pakken, gewoon. Je moet. Ik ben de baas. Ik betaal. Maar volgens mij heb ik niet gehoord dat ik zeg. Dan doe hem! Je betaalt om je elkaar te slaan. Hoor je dat? Morgen gaan we knallen. Morgen gaan we allebei hopen knallen. En we gaan kijken wie het hardste knalt. Jongens, we zijn in de zaal waar het morgen allemaal gaat gebeuren. Alle vechters zijn hier aan het choppen en zo. En hebben hier een spektafel. Ik heb gehoord dat Noah's Ark ook een tafel heeft. En hier gaat het morgen allemaal gebeuren, man. Ik heb net een interview gedaan met mensen hier voor Spike. Was leuk, was grappig. Oh, ik heb een trap gelopen, ik ben kapot. Ik ga gelijk deze vlog afsluiten, omdat ik hem gelijk online moet gooien. Want dan is hij nog een beetje vers voor het gevecht van morgen. Morgen is het grote dag. En ja man, Remy tegen Manouf. Manouf gaat pakken, ronde 2 knockout. Let op mijn woorden. Hoop ik. Rustig aan man, love.